leuk dat je kijkt naar de talkshow van Toegepaste Psychologie. We gaan je vandaag wat meer vertellen over de opleiding, wat het inhoudt, wat je hiervan kan verwachten. En mijn naam is Guillaume Straatjes en naast mij zit Esther Slatman. Wij zijn docenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. En we zitten hier ook met een paar studenten, daarover straks meer. Maar wat gaan we vandaag behandelen? We gaan jullie eerst wat vertellen over wat is toegepaste psychologie en waarom toegepaste psychologie. Dus wat is het concreet en wat kun je verwachten in het eerste jaar? Daarna gaan we het hebben over een leergemeenschap, want dat is de manier waarop we werken, de onderwijsvorm. Dat hoor je ook straks. En daarna gaan we wat dieper in op de ervaringen van studenten. Dat in het kort. Maar dat doen we niet alleen, want als het goed is, zitten jullie allemaal vanuit je huiskamer, keuken, studeerkamer mee te kijken met ons. En wij staan met jullie in contact. We hebben hier een laptop staan, niet om een beetje Insta te checken, maar om met jullie in contact te blijven en al jullie vragen te beantwoorden. Naast dit scherm zie je een scherm waarin je in een chat je vragen kunt invoeren. En we willen jullie vragen om dat zoveel mogelijk te doen. Waarom? Wij kunnen hier live met elkaar die vragen beantwoorden. En daarnaast is een andere collega, een docent van onze opleiding, dat is Dennis, live met ons de vragen aan het beantwoorden. Dus alle vragen die we hier niet bespreken, kunnen ook schriftelijk beantwoord worden in diezelfde chat. Nou, om even te kijken of die een beetje werkt en wat we zoal aan kijkers hebben vandaag, willen we jullie vragen om die chat even te testen. En dat willen we doen met de volgende vraag, namelijk toegepaste psychologie. Misschien heb je er al over gehoord, misschien is dit voor het eerst. Waar denk jij nou aan bij toegepaste psychologie? Probeer dat eens in ongeveer één zin, paar woorden in die chat te zetten. Dan gaan we zo kijken wat er binnenkomt. Ja, en zoals ik net al aangaf, we zitten hier niet alleen. We zitten hier een lekker huiselijk huiskamersfeertje met een aantal studenten en ook een mededocent. En het lijkt ons fijn om die even voor te stellen. Dus kun je kort vertellen wie je bent en in welk studiejaar je zit? Storm. Hi, ja, fijn om hier te zijn. Ik ben Storm. Ik zit in mijn eerste jaar. Ik zit bij leergemeenschap Geel. En toegepaste psychologie. Oké, dankjewel. Ja, ik ben Amber. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik zit in LG Madrid. Nou, mijn naam is Michel Wagemans. Ik ben docent bij de opleiding en ook teamleider. Werk hier 8 jaar. En ik vind het altijd erg leuk om met de studenten te zijn. Dus ik ben ook heel blij om hierbij te kunnen zijn. Ik ben Bo. Ik ben tweedejaars toegepast psychologie student in leergemeenschap Jade. Ik ben Ferlin. Ik ben ook tweedejaars student en ik zit in leergemeenschap Diamant. Ik ben Lieke. Ik ben een eerstejaars student, ook van de opleiding toegepast psychologie. En ik zit in de leergemeenschap Groen. Oké. Nou, we zitten hier dus met een redelijk groepje. En met dit groepje gaan we dus het komende uur echt bespreken wat toegepaste psychologie nu is. Maar we zijn dus ook benieuwd wat de kijkers thuis denken dat het nu is. Heb je al antwoorden uit de chat, Esther? Zeker. Fijn dat jullie allemaal zo enthousiast reageren. Heel goed. Ik zie veel mensen die het hebben over het gedrag van mensen. Begrijpen van mensen. Iets over vragen stellen van Annabel. Heel mooi. Dat is inderdaad iets wat nodig is om het gedrag van mensen te begrijpen. De gedachtegang van mensen begrijpen. Je hoort vaak dat psychologen gedachten kunnen lezen. We gaan vandaag horen of dat klopt. Spoiler, nee. Ja, dat weet je niet, hè? Misschien ik wel. Gedrag bestuderen, gedrag en omgeving. Mensen met mentale problemen helpen. Allemaal dingen die voorbij komen. Dank jullie wel, daar gaan we dieper op in vandaag. En dat gaan we doen met het eerste blokje. Ik geef jou even de laptop. En het eerste blokje is, zoals aangekondigd, wat is TP nou eigenlijk? Begin ik even bij Michel. Want Michel, als ervaren docent bij toegepaste psychologie, heb je dat natuurlijk al talloze keren uitgelegd, talloze vakken gegeven. Vertel, wat houdt deze opleiding eigenlijk in? Ja, wat houdt deze opleiding in? Nou, het is heel leuk om die reacties te zien van de mensen thuis. Het grappige is, mensen hebben het over gedrag en gedrag zien. En dat zijn allemaal de psychologische componenten. Je wordt een soort gedragskundige. Wat daar een beetje bij mist, en dat is toch wel essentieel bij de opleiding, is het toegepaste. En het is wel grappig, want op een gegeven moment is een onderzoekje gedaan van wat weten mensen dan van toegepaste psychologie? En dan blijkt dat ze psychologie wel weten, maar heel veel studenten, beginnende studenten, weten niet eens wat het woordje toegepast echt betekent. En dat betekent dat je met kennis vanuit de wetenschap zo'n vraag over gedrag gaat beantwoorden. Dus je wordt gedragskundige, die kan gedrag zien,
analyseren, dus kijken van waar komt het allemaal vandaan. En kijken, als wil ik dat gedrag veranderen, hoe kan ik dat dan doen? Dat is wat je uiteindelijk in de volle breedte kunt. Ja. Nou, straks zullen we wel details horen, maar dat is even zo in de notendop. En ik hoor jou zeggen gedragsverandering, dat hebben we net in de chat natuurlijk ook gehoord. Dat is nog steeds best wel breed. Wat voor gedrag hebben we het dan over? Nou, laten we iets heel concreets zeggen. We hebben natuurlijk allemaal net, zonder dat we helemaal in het coronaverhaal gaan, maar de corona achter ons. Of daar zitten we zelfs nog middenin. Hè. In de bus moet je een mondkapje op. Nou, hoe krijg je nou bijvoorbeeld mensen zover dat ze altijd dat mondkapje gaan dragen? Of in bepaalde situaties anderhalve meter afstand houden? Hoe kun je mensen daartoe bewegen om dat te doen? Moet je dan een postertje ophangen? Moet je iets omroepen? Moet je iets plakken op de vloer? Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Hoe kun je dat gedrag, wel of geen anderhalve meter houden, hoe kun je dat aanpassen? Okay. Dat is een voorbeeldje. Ja, tof. En op wat voor manieren leer je dan om daarachter te komen, hier bij deze opleiding? Wat voor vakken krijg je daarvoor? Ja, daar heb je veel voor nodig. Je hebt theorie nodig, hè, van waarom doen mensen dingen die ze doen, of waarom doen ze juist niet de dingen die je zou willen dat ze doen. Dus heel veel psychologische theorie krijg je. Daar zul je daar wel meer van horen, hè, want jullie hebben dat natuurlijk nu allemaal volop gekregen. Je leert onderzoeken. Hè, je moet kijken van, wat doen mensen nou precies? Je moet mensen vragen van, waarom doen ze bepaalde dingen? Dus je moet leren interviewen. Maar je kunt ook één op één mensen hun gedrag willen veranderen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door coachen of bij een groep een training geven. En ook dat soort dingen leer je allemaal. Ja. Dus als ik dat hoor je, of leer je hier eigenlijk heel veel verschillende manieren om het gedrag van mensen te onderzoeken en vervolgens ook weer te veranderen. Ja, dus je leert vaardigheden, dus allerlei technieken en je leert een heleboel theorie. En dat ga je allemaal combineren. Ja, leuk. Ja. Ik ga even naar een student. Even kijken, ik ga even naar jou, Amber, want jij zit nu in je derde jaar. Ja, we horen net van een docent wat je allemaal voor dingen hebt geleerd. Maar kun jij eens vertellen wat je dan in die afgelopen 2,5 jaar zoal hebt gedaan? Ja, zeker. Ik ben in mijn eerste jaar begonnen met een vak en dat heette Advieslab. En daarbij moest ik eigenlijk een onderzoek doen naar studenten. En dan hoe we ze konden motiveren om effectiever te leren. Want vaak denken studenten wel dat ze goed bezig zijn, maar konden we vragen van, nou ja, waar ben je nou zoal mee bezig en hoe pak je het aan? En dan eigenlijk samen onderzoeken door interviewvaardigheden en daarna een verslag erbij te schrijven van, hoe kan je dat nou echt verbeteren? En ja, ik heb ook een paar coachtrajecten inderdaad gedaan. En dat ging dan over, nou, daar kon ik eigenlijk op doorgaan, ook weer op het leren. Maar ook naar bijvoorbeeld, hoe kunnen we studenten motiveren om gezonder te eten? Of hoe kan je zorgen dat mensen stoppen met roken? Dus eigenlijk allemaal van dat soort vraagstukken zijn we mee bezig geweest. Mooi. Best wel breed, eigenlijk, als ik dat zo hoor. Ja, oké, leuk. Dankjewel. Ik kijk even naar jou, Lieke, want jij bent eigenlijk net begonnen. Klopt. Afgelopen september. Ja. Herken je dit, wat hier wordt verteld over de opleiding? Ja, ik herken het zeker. Ik ben dit jaar ook net begonnen met Advieslab, waar jij 2 jaar geleden aan begonnen bent. En nou, wij hebben nu een heel ander vraagstuk natuurlijk, want dat verschilt per jaar. Wij zijn dit jaar bezig met hoe wij kwetsbare jongeren het beste kunnen ondersteunen bij het maken van een goede profielkeuze. En het leuke wat ik vind is dat je ook oprecht te maken hebt met een echte opdrachtgever. Dus je bent echt bezig met realiteit en niet zozeer op de middelbare school iets alleen maar op papier zetten en het dan maar laten lezen door een docent en dan maar kijken of het goed is. Dus ik vind de realiteit in de opleiding wel heel erg leuk, omdat je ook daadwerkelijk dus bezig bent. Ja, snap ik. En die echte opdrachtgevers, dat zit dus in jaar 1. Kijk even naar jou, Michel. Zit dat alleen in jaar 1 of blijft dat de hele opleiding? Ja, de hele opleiding is ook daar omheen gebouwd. Hè, dat je niet alleen maar iets leert, maar het ook steeds weer gebruikt. En daarvoor hebben we in jaar 1 opdrachtgevers, in jaar 2, jaar 3 en 4. Dus dat gaat de hele opleiding door. En jij vertelt over de opdrachtgever die jullie hebben, maar een andere leergemeenschap heeft een andere opdrachtgever. Dus niet zo dat je allemaal hetzelfde doet. Je hebt allemaal verschillende opdrachtgevers met andere opdrachten. Echt, je staat echt in het veld en je bent echt bezig met wat er echt voor vragen leven. Ja. En waarom is dat nou zo belangrijk, dat het meteen echt is, zoals we hier horen?
omdat we in een echte wereld zitten. En uiteindelijk word je opgeleid tot toegepast psycholoog. We hebben het eigenlijk niet over de studenten, maar jong toegepast psycholoog of beginnend toegepast psycholoog. Ja, je moet uiteindelijk weten, wat ga je daar nou straks mee doen? Wat verwacht die buitenwereld van je? In plaats van in een soort ivoren toren met casussen te werken en dan straks in de werkelijke wereld komen te zien dat het allemaal eigenlijk anders is. Ja, ja. Dus het is eigenlijk gewoon een heel duidelijke en concrete voorbereiding op het werkveld dat na de opleiding volgt. Ja. En we zijn natuurlijk een grote hogeschool in een grote stad. Dus je biedt zo ook als opleiding of als instelling ook echt iets aan de stad. Ja. Want we helpen mee met gedragsvraagstukken oplossen. Ja, ja. Tof. Oké, dankjewel. Storm, jij bent ook net begonnen, ook afgelopen september. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die jij nu die afgelopen 2 maanden al hebt geleerd op deze opleiding? Nou ja, zoals al eerder werd gezegd, ben je dus eigenlijk ook al met een soort van vierdejaarsopdracht bezig. Want elke jaarlag heeft dus eigenlijk al een opdrachtgever. Maar je krijgt er dan waarschijnlijk het eerste jaar wat meer begeleiding mee. Dat is een beetje wat ik ook gok. Dus ik denk dat je in het begin, of tenminste naar mijn ervaring, word je in het begin al vrij snel heel erg... in een soort van het diepe gegooid. Je wordt echt gechallenged om toch wel je skills snel te ontwikkelen. En je wordt ook zelf uitgedaagd om echt zo hard mogelijk je best te doen. En ik denk dat dat ook goed werkt, omdat, ik weet niet, nou ja, we gaan zo waarschijnlijk wat meer over de leergemeenschap hebben, maar je zit heel dicht bij elkaar en je werkt ook heel goed samen. Dus ik zou zeggen dat samenwerking ook wel iets is waar je heel erg snel heel veel van gaat leren. Ja. Zeker. Ja. En je zegt, ik word meteen best wel uitgedaagd, meteen best wel gechallenged. Ja. Mensen die nu thuis zitten denken, ja, uitdaging leuk, maar nou, ik had misschien op de middelbare school of bij mijn vorige opleiding ook wel uitdaging. Wat is dan de uitdaging die je specifiek hier bij TP krijgt? Nou, ik denk dat je wordt eigenlijk een beetje als een professional vrij snel behandeld. Of tenminste, ook de verhouding tussen docenten en leerlingen, denk ik. Je wordt vrij snel eigenlijk... behandeld ook als een toegepast psycholoog, zelfs in dat eerste jaar al, tot nu toe tenminste. Dus ik denk dat je automatisch ook snel een instelling hebt van wow, oké, dit is toch wel anders dan de middelbare school. Ik heb ook wel zin om mijn best hiermee te doen, of tenminste, of dat had ik tenminste. Ja. Zeker. Ja. Oké. Zijn er hier mensen die hiervoor eerst nog een andere opleiding hebben gedaan, voordat ze TP gingen doen? Ja, Verlin? Ik heb hiervoor een mbo-opleiding gedaan. Oké, dan kun je iets vertellen over het verschil tussen TP hier en andere opleidingen? Op het mbo had je ten eerste dan de hele leergemeenschap had je al niet. Dus daar zit een heel groot verschil in. Bij TP werk je heel veel samen met anderen. Op het mbo deed ik dat totaal niet. En dit is natuurlijk ook wel iets... je krijgt meer verantwoordelijkheid. Dat is het, denk ik. Verantwoordelijkheid, hoe ziet dat eruit? Er wordt gewoon van je verwacht dat jij vragen stelt. Dat jij probeert uit te zoeken wat je nou precies moet doen. Hoe je dat gaat doen. Dat je er zelf over nadenkt. Natuurlijk zijn er handvaten wanneer je die nodig hebt. En je mag docenten altijd om hulp vragen. Maar eigenlijk het eerste wat docenten altijd zeggen is... Probeer het eerst even zelf te doen, samen met je studiegenoten. Lukt het echt niet, kom dan terug. Ja. En wat is het effect ervan, dat je alsmaar eerst weer zelf aan het denken wordt gezet op jou? Ik denk dat je dan wel achterkomt dat je waarschijnlijk zelf veel creatiever bent en veel meer al weet dan dat je eigenlijk zou beseffen. Ja. Oké, dus het voelt eigenlijk ook alsof je... meer ontdekt dan dat je anders had ontdekt. Zeg ik dat goed? Ja, ook wel, ja. Oké, ik zie jou een beetje knikken, Bo. Ja, ik ben het wel heel erg met Verlin eens, inderdaad. Ik vind het heel leuk aan deze opleiding dat je inderdaad heel erg in contact met elkaar staat. En inderdaad, daar zullen we zo ook wel over de leergemeenschappen daar dieper op ingaan. Maar meer, je bent met een wat kleinere groep. Het contact tussen de docenten is ook heel laagdrempelig. En inderdaad, er wordt van je verwacht van... ga het eerst maar zelf proberen. En inderdaad, niet dat er geen begeleiding is of iets in die richting... maar meer, ga het gewoon zelf proberen. Ga proberen zelf uit te vogelen wat je nou leuk vindt. Hoe je dit nou het beste kan aanpakken. En dat denk ik ook, want ik kom zelf hiervoor van de HAVO. Dus dat was voor mij best wel een switch...
Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik ook veel meer zelfvertrouwen heb gekregen van ik kan dit gewoon. Ik heb niet altijd iemand nodig die mijn handje vasthoudt. Ja, gewoon echt inderdaad dingen durven doen. Ja. En inderdaad, echt wat Storm ook zei, dat je inderdaad met opdrachtgevers aan de slag gaat en inderdaad met serieuze vraagstukken, dat er wel echt voor zorgt dat ik me heel verbonden voel bij de opdrachten en bij de onderwerpen zelf. Ja, ja, mooi. Want jij hebt er een jaar op zitten, hè? Jij zit nu in je tweede jaar. Klopt. Voor mensen die nu een beetje aan het twijfelen zijn welke opleiding ze moeten doen, wanneer zou jij juist wel en wanneer misschien ook juist niet aanraden om voor toegepaste psychologie te kiezen? Ja, ik denk dat toegepaste psychologie een hele geschikte keuze is als je sowieso wel het leuk vindt om over inderdaad het menselijk gedrag na te denken, wat met maatschappelijke vraagstukken bezig zijn, maar inderdaad ook echt meer te kijken van wat kan ik er nou aan doen, welke tools kan ik gebruiken om bijvoorbeeld inderdaad zo'n probleem als kwetsbare jongeren, om dat nou echt op te gaan lossen, dus echt creatief bezig zijn met inderdaad dat soort lastige vraagstukken en daarbij opdrachten en oplossingen te proberen te verzinnen. Wanneer denk ik misschien niet zo geschikt kan zijn, is als je het... ik ben heel enthousiast over de opleiding, dus ik vind het moeilijk om nu iets te bedenken. Dat ik denk, dat niet. Heeft iemand anders iets? Ja, ja, ik wil net zeggen, want ik kom van de universiteit. Ik heb hiervoor psychologie bijvoorbeeld gedaan. Dus ik ben ook misschien een beetje biased, want dat was natuurlijk ook in het corona-jaar. Maar je bent echt wel heel praktisch bezig vergeleken met de universiteit. Daar zit je wel veel meer in de boeken, echt dingen te leren. Dus als je het heel fijn vindt om wetenschappelijk echt diep op stof in te gaan, wat ik denk ook wel dat er zeker wetenschap bij toegepaste psychologie, maar als je dat alleen maar wilt hebben, dan zou ik zeggen dat dit misschien niet helemaal jouw opleiding is. Terwijl als je wat praktischer aan de gang wil zijn en ook wat meer betrokken wilt zijn bij echte maatschappelijke problemen, dan zou ik zeggen dat dit wel beter bij je past. Ja. Dus eigenlijk ook wat Michel net zei, dat toegepaste, dat is echt wel heel belangrijk om je te realiseren bij deze opleiding. Ja, ik vind dat een hele mooie aanvulling. Dat is ook wel grappig. Je zegt, ik ben gebiased. Dat is meteen zo'n psychologenterm. dat je beeld op de wereld gekleurd is door ervaringen. Het zit er helemaal in gestampt, nu al, in de eerste paar maanden. Ja. Ja. En mag ik daar nog iets op aanvullen? Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk ook, je bent heel veel bezig met mensen. En of dat nou is met je klasgenoten of met mensen die je moet interviewen of coachen, iets dergelijks. Je bent eigenlijk altijd met mensen bezig. Dus als je niet van mensen houdt, misschien ook niet helemaal een goede keuze. Wel handig. Ja. Als ik daar nog iets op mag aanvullen, merk ik ook wel dat het in TP heel belangrijk is om goed samen te kunnen werken. Dus alles staat wel in teken van je maakt je groepje, je doet je advieslab samen. Zelfs de opdrachten die je individueel doet, daar zoek je ook gewoon steun bij met je medestudenten. Dus ik denk ook dat als je dus geen samenwerker bent, dat het ook niet jouw opleiding is. Je moet wel echt inderdaad wel van mensen houden om met deze opleiding mee te willen doen. Ja, want je bent dus met mensen bezig intern, omdat je veel moet samenwerken. Maar ook extern, omdat je voor verschillende vakken constant moet interviewen of coachen of trainen. En op die manier blijf je eigenlijk in contact met mensen. Dus ook met verschillende mensen ben je bezig. Want je bent dus natuurlijk ook constant met andere groepjes aan de gang in je leergemeenschap. Dus je moet ook wel, denk ik, een beetje tegen variariteit kunnen in mensen. Okay. Vertel. Ja, we hebben heel veel vragen uit de chat binnengekomen. Echt super fijn dat jullie allemaal zo goed meedoen. We hebben ook heel veel praktische vragen. Ik merk dat het gesprek, we hebben het heel erg gehad over hoe werken we, hoe ziet zo'n onderwijs eruit? Ik denk dat we zo even toegaan naar het onderwerp praktisch. Hoeveel contacturen heb je? Hoe ziet het er allemaal concreet uit qua vakken, et cetera? Maar allereerst gaan we vanwege de tijd denk ik meteen over naar het filmpje. Jullie krijgen een filmpje zien vanuit de leergemeenschap. Mag ik jullie wat vragen? Of jou? Nee, niet weglopen. Oké, mag ik jou wat vragen? Tuurlijk, zeg maar. Weet jij wat de leergemeenschap is? Nee, dat weet ik niet. Nee? Nooit van gehoord. Nee, ik zou het niet weten. Nee, geen idee. Een leergemeenschap. Ik kan het wel een beetje deduceren aan de hand van wat je zegt, maar nee, niet concreet. Ik zou zeggen dat dat een community is die samen heel erg focust op leren centraal stellen. Nou, zo'n leergemeenschap, het is een nieuwe vorm van onderwijs die wij hier sinds vorig jaar hanteren. En dat betekent eigenlijk dat een groep van 60 studenten
en 4 docenten zijn samen een leergemeenschap. En een leergemeenschap wil eigenlijk zeggen dat je met elkaar probeert verder te komen. Dus opdrachten maken, veel samenwerken, dingen uitwisselen, van elkaar leren, elkaar zien. Ik zou zeggen dat de leergemeenschappen wel heel goed werken. Vooral als je ervan houdt om lekker veel vrijheid te hebben en wisselende lessen te hebben. Elke maandag hebben wij een check-in en dat is, dat neemt de eerste half uur van de les neemt dat in beslag. En dan moeten 2 leerlingen uit de leergemeenschap, die moeten een check-in leveren en dat om een beetje interactie te creëren, maar ook om er gewoon even uit de sleur van het weekend te komen, weet je wel? Van oké, maandag is weer begonnen, laten we met z'n allen aan de slag gaan. Door gewoon te sparren met je medestudenten, dan draagt iedereen bij op die manier. En dat is ook waar het om gaat uiteindelijk, toch? Uiteindelijk wel, dat is het mooie in een leergemeenschap. Iedereen is daar heel vrij en heel open om hun eigen ideeën te delen en ook om hun eigen moeilijkheden te delen. Dat is ook iets dat je wel ziet gebeuren en dat geeft toch een hele open sfeer waardoor iedereen het gevoel heeft dat ze het ook daadwerkelijk kunnen. Ja, en we richten ons hier echt wel op dynamisch onderwijs, dus veel dingen doen, op veel verschillende manieren achter informatie komen. Ja, en als dat je niet ligt, dus als je niet actief bezig wil zijn met iets, dan is dit niet voor jou. De meerwaarde van het leren in een leergemeenschap is dat je verbinding hebt met de praktijk al meteen. Dus niet pas nadat je afgestudeerd bent. Dus dat je meteen al weet wat het is. En dat je heel goed leert samenwerken hier. En dat je heel erg dynamisch onderwijs krijgt. Dus als je iemand bent die graag zelf met de neus in de boeken zit en liever niet met andere mensen in aanraking komt, dan is dit denk ik niet zo'n goede keuze. Ik vind het ideaal om met de stof aan de gang te gaan. In plaats van dat je 100 minuten lang alleen maar informatie op je af krijgt. Dat je denkt van oké, wat moet je nou precies mee? Doe je nu je informatie gedeeld, doe je in de voorbereiding. Dan vervolgens leg ze het nog een keer uit en dan ga je ermee aan de slag. Dus voor mij werkt het hartstikke goed. Ik denk dat ze het begrijpen, jongens. Ik denk dat we hem nu wel... Ik denk dat ik het ondertussen wel begrijp, dat sowieso. Nou, dit filmpje heeft jullie hopelijk een beetje een indruk gegeven wat een leergemeenschap allemaal inhoudt. Maar Michel, hoe zou jij het omschrijven? Wat is een leergemeenschap? Nou, ik vind dat het filmpje het al heel goed zegt, maar een leergemeenschap is, wat het woord zegt, een gemeenschap van studenten met docenten die samen leren. Het is niet zo dat de docent degene is die het weet en dat de student degene is die niks weet waar we van alles in moeten stoppen. En dat hebben we toen net ook al gehoord van jullie. Ik bedoel, we zien jullie niet als een blanco blad, mensen die niks weten. Maar je deelt met elkaar die kennis, je deelt die ervaringen, je gaat echt samen het proces van het leren aan. Ja. En het klinkt een beetje als een open deur, maar daarbij hoort ook fouten maken mag, want anders leer je niet. En dat probeer je te doen in die leergemeenschap. En het grote voordeel van zo'n leergemeenschap is dat je het hele jaar met dezelfde groep het hele proces doorgaat. Met een vaste rooster, je hebt altijd dezelfde docenten, je kent elkaar op een gegeven moment echt door en door. Dus je hoeft niet steeds van lokaal te wisselen, van klas te wisselen, van vak te wisselen, want dat kennen we helemaal niet. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is inderdaad dat stukje waar we het net ook over hadden van samenwerking staat echt centraal. Ja. Het stukje staat centraal waarbij de student best wel veel eigenaarschap en verantwoordelijkheid krijgt. Absoluut. Ook autonomie, dat is ook een woord wat we graag gebruiken. Dat betekent vrijheid, dus dat je veel ruimte krijgt om het zelf vorm te geven. Ja. Ik kan me voorstellen dat het soms ook ergens frustrerend is als je niet altijd dat er veel vanuit jezelf moet komen, dat het lastig is. Dus ik ben wel benieuwd een beetje naar die voor- en nadelen van hoe studenten het beleven. Storm, kan jij daar iets over vertellen? Ja, wat ik sowieso heel chill vond, inderdaad, wat ook net werd gezegd, is je hebt 1 lokaal. Dus je bent niet bezig uit te vinden, waar moeten we nu naartoe? En, dus het is allemaal vrij concreet en duidelijk waar je moet zijn met wie je bent. Want je bent er elke dag gewoon weer op dezelfde plek met dezelfde mensen het hele jaar door. Dus ik zou zeker zeggen dat dat een positief punt is. Ik denk na de vrijdag ben je wel... Tenminste heb ik af en toe wel eens gehad dat ik wel echt vermoeid ben met informatie ook verwerken. Je bent natuurlijk met veel verschillende mensen bezig, ook elke dag. Dus je wisselt wel veel informatie uit. Dus ik denk dat je op een vrijdag dan wel af en toe wel eens kan hebben van oké, nu is het even genoeg. Ja. Maar dan als je dat weekendje eroverheen hebt, dan ben je maandag waarschijnlijk sta ik wel weer goed in de startblokken, zou ik zeggen. En waar komt dat dan door, dat je die vermoeidheid ervaart? Nou ja, omdat je dus met heel veel verschillende groepjes samenwerkt. En wel in je leergemeenschap natuurlijk, maar je bent met verschillende opdrachten bezig eigenlijk het hele jaar. Professioneel werken is waarschijnlijk ook iets waar we misschien nog later over gaan hebben, is iets wat je constant doet.
Dus je wordt wel, zoals ik al eerder zei, echt gechallenged om goed aan de slag te zijn als je dan op de HVA zit. Ja. Als je aan toegepast psychologie werkt. Ja. Amber, hoe ervaar jij de manier waarop we werken? Ja, ik vond het in het begin, weet ik nog wel, dat ik het best wel intimiderend vond. Dat je ineens in zo'n grote groep terechtkomt. Alleen, ik vind het nou uiteindelijk juist heel erg fijn. En ik merk juist dat ik er eigenlijk energie van krijg. Misschien een beetje van overhoud. Want ik vind het niet zo fijn om de hele dag 8 uur lang alleen maar te luisteren naar een docent die vertelt. Ik vind het juist heel erg fijn dat ik zelf wat actiever bezig ben. En ik merk ook dat ik er veel van leer om het er met elkaar over te hebben. En dat het bij mij dus wat beter binnenkomt. En dat ik het gevoel heb dat ik het dan ook wat beter begrijp. Oké. Dus het helpt je juist om wat meer context te geven. Okay. En Lieke, jij gaf net al aan dat dat best wel praktisch ook is. En dat je daardoor wel de relevantie ervaart. Ik kan me ook wel voorstellen dat het soms... Ja, hoe zie jij dat? Nou, wat ik altijd wel afgelopen 1,5 maand wel veel ervaren heb, is dat je eigenlijk door je lessen heel erg door gaat krijgen wat je eigen houding is. Dus er wordt heel erg gekeken naar hoe ga je te werk, hoe pak je het aan met andere mensen, hoe ga je aan de slag met je groepje. Het is niet zozeer dat je echt alleen maar puur de stof hebt, maar er wordt ook gekeken met hoe ga jij met je medemens om. En dan vind ik het heel erg fijn dat je ook 4 vaste docenten hebt die echt gewoon jou kennen. Ik bedoel, ik had in het begin van de HVA best wel een idee van je bent een nummertje. Zo'n grote opleiding, zo'n grote school. Vond ik best spannend. En toen kwam ik eigenlijk in de opleiding. En toen merkte ik na 1 à 2 weken al dat ik een beetje ontvangen werd als een grote gezelligheid. Want je hebt een vaste groep en 4 vaste docenten die jou persoonlijk kennen. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, het idee is dat je ook echt een band opbouwt. En ook door die veilige sfeer die er dan ontstaat, dat je elkaar inderdaad hopelijk ook gewoon feedback meer kan geven. Dat je meer echt van elkaar dat dieper in niveau kan opzoeken. Ja, en ik ben ook wel van mening dat met deze opleiding dat heel veel mensen echt wel een reden hebben om deze opleiding te doen. En doordat je dus je docenten leert kennen, maar ook dus je medestudenten, dat je op een gegeven moment je ook veilig begint te voelen om ook gewoon je verhaal te kunnen vertellen. En je open wil stellen en... ook bereid bent om dus meer te horen van hoe je andere de studenten erin staan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, heel mooi om te horen. Ik zou ook nog even terug willen naar dat stukje concreet en praktisch. Van de mensen thuis weten misschien nog niet precies wat je dan dag van dag doet. Kan een van jullie daar misschien een beeld van geven? Hoe ziet een week eruit? Ja, ik wil daar wel een beeld van geven. Voor mij, ik zit nu in mijn 2e jaar, ziet mijn week eruit dat ik 3 contactmomenten in de week heb. En eigenlijk elk blok die we hebben, hebben we vaak 3 vakken. Bijvoorbeeld nu heb ik beoordelen van gedrag, professioneel werken en heb ik net psychologie de verdieping afgerond. En daarbij ga je eigenlijk per dag aan de slag met verschillende onderdelen. En het is niet altijd zo dat je bijvoorbeeld standaard woensdag met dit onderdeel aan de slag gaat en bijvoorbeeld standaard vrijdag dat. Er wordt echt ook vanuit de docenten gekeken naar, oké, waar is behoefte aan, wat is belangrijk, waar moeten we aandacht aan besteden. En ook bijvoorbeeld, oké, is dit belangrijk dat we dit in de les doen of geven we dit bijvoorbeeld op als huiswerk of gewoon dat je zelfstandig daarmee aan de slag gaat. Maar hoe zo'n dag eigenlijk vaak eruit ziet, is je komt gewoon met z'n allen in het lokaal, dan starten de docenten de dag, dan wordt inderdaad aan de slag gegaan met, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met beoordelen van gedrag, wordt daar over uitgelegd en heel vaak wordt er dan nog een terugkoppelmoment gegeven van oké, je krijgt nu deze opdracht, ga je mee aan de slag, gaan we daarna erin over in discussie, dus je bent heel veel bezig met je medeleerlingen, dus oké, hoe zien jullie dit, hoe kunnen we dit samen oplossen, inderdaad heel veel samenwerken, heel veel praten over van hoe denk jij nou hierover, maar ook vanuit de docent die dat dan vaak terugkoppelt en dan aan ons vraagt, joh, wat vinden jullie hiervan, hoe hebben jullie dit ervaren? Zo ziet in ieder geval bij mij, ik weet niet of jullie het er een beetje mee eens zijn, een dag vaak eruit. Heeft iemand aanvullingen? Ja. Nou, ik begrijp wel wat je bedoelt inderdaad. We hebben wel een rooster waar we ons aan moeten houden. Omdat we dan opdrachten hebben en deadlines hebben dat gewoon af moet. Maar er wordt inderdaad wel per LG-les gekeken van oké, waar is behoefte aan? En is er meer behoefte aan om juist het punt te leggen op bijvoorbeeld professioneel werken? Of moeten we nog even de diepte ingaan met advieslab? Dus het is inderdaad niet dat er echt strikt aan het rooster gehouden hoeft te worden. En je noemt nu net al tussen neus en lippen door advieslab en professioneel werken. Ja. Hoe ziet zo'n eerste jaar eruit? Wat kun je erover vertellen?
wij begonnen eigenlijk met uitleg. Tenminste, onze eerste week was vooral introductie, maar dat is gewoon kennismaken met je hele LG. En daarna gingen we de vakken eigenlijk ondernemen. En dat was 4 vakken heb ik. Tenminste, hebben wij het eerste jaar. En het is professioneel werken, gedragsbeïnvloeding 1A en 1B. En professioneel werken. En het zijn 4 vakken waarbij je met professioneel werken spreekt op zich wel een beetje voor zich met dat er echt wordt gekeken naar hoe professioneel ga jij te werk in je LG, maar ook buiten je LG. Daar ben je volgens mij ook het hele jaar mee bezig. Ja. Als je, dat dus professioneel werk is constant eigenlijk, daar ben je het hele jaar, hou je een soort van procesboek bij. En dat blijf je soort van aanvullen. Dat is eigenlijk een beetje ja, hoe jouw professionele houding is en hoe dat soort van evolueert door het hele jaar heen. Ja, sorry. Heb je dus bijvoorbeeld ook interviewen. Dan heb je psychologie, de basis. Dat gaat dan wat meer concreet in op gewoon meer de wetenschappelijke kant van psychologie. Dus dat is iets theoretischer. Ja. Interview is natuurlijk interview. Presenteren. Ja, ik zit in blok 1. Dus ja, ik zit nog even na te denken wat er ook weer in blok 2 en blok 3 hoe blok 1 er nu uitziet. Dus even samenvattend, jullie zeiden het net allebei, maar je hebt dus gedragsbeïnvloeding 1A en 1B, zei je net. Ja. Dat is dus eigenlijk interviewen en advieslab. Yes, ja. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden, kun je daar iets over vertellen? Ja, dus voor advieslab bijvoorbeeld dit jaar heeft elke LG een opdrachtgever gekregen. En die heeft eigenlijk een probleemstuk of een vraagstuk aangekaart. Bijvoorbeeld voor mij was het dat jongeren niet genoeg lezen. En dan is het voor advieslab, dat vak, is het de bedoeling dat wij uiteindelijk een advies brengen hoe we dit gedrag kunnen veranderen. En dat gaan we doen aan de hand van interviewen. Wat dus weer een apart vak is. Maar je brengt dus interviewen in advieslab, terwijl je voor interview zelf ook wordt becijferd. Maar goed, voor advieslab moesten dus die doelgroep gaan beïnterviewen, uiteindelijk analyseren en daar dan een advies over doen. Dan word je daar later op becijferd. En zoals ik al net zei, voor dat interview, hoe je dat interview hebt gedaan, word je dan ook apart voor becijferd. Ja, en dan rustig op de achtergrond hou je natuurlijk dat professioneel werken eigenlijk vooral bij van hoe gaat het, hoe is dat veranderd vergeleken met bijvoorbeeld de eerste 2 weken versus nu. Dus daar ben je eigenlijk altijd een beetje mee bezig. Ja, dus je hebt eigenlijk 1 leergemeenschap, 1 groep en daarbinnen volg je een aantal vakken die allemaal nauw met elkaar samenhangen. Ja, ik denk dat dat ook wel een goede, sowieso belangrijk is dat je de duidelijkheid daarin heel erg goed in de gaten houdt. Want het kan inderdaad dus heel erg makkelijk in elkaar overvloeien, wat soms misschien wel een beetje moeilijk is om precies aan te duiden van oké, waar ben ik nu mee bezig? Maar ja, omdat je dus zo erg nauw met die leergemeenschap bent, is de begeleiding wel heel makkelijk te vinden daarin. Dus ik denk dat dat ook wel helpt. Ja, dus we werken dus met praktische vraagstukken, wat we net ook aangaven, die dus echt relevant zijn, ook voor later. Dus vraagstukken die je als toegepast psycholoog straks daadwerkelijk ook tegen kunt komen. En je hebt dus enerzijds leren weer aan hoe je zo'n vraagstuk kunt behandelen. En anderzijds ook vaardigheden zoals interviewen, presenteren, trainen en coachen. Om daadwerkelijk die vaardigheid in te trainen of aan te leren. Of dat gesprek aan te gaan daarover. En daaraan gerelateerd zit natuurlijk ook die vraag van, dit zijn een aantal concrete dingen waar jullie mee aan de slag gaan. Maar we leren jullie al deze dingen omdat je er later wat mee kan. En Michel, ik zou nog even naar jou het bruggetje willen maken. Wat word je ermee? Ja, ik wil nog een klein dingetje toevoegen. En jij maakte daar ook al een bruggetje naar. Hè, want bij al die dingen die je leert, die vaardigheden en die theorie, word je ook steeds uitgedaagd om jezelf als mens te blijven ontwikkelen. Omdat je met mensen werkt, moet je ook goed weten wie je bent en hoe je je verhoudt tot anderen. Dus reflecteren, dat is ook zo'n woord, dat komt daar ook steeds weer in terug. Waarbij je allerlei kanten van jezelf kunt uitbouwen. Maar wat word je dan? Eigenlijk van alles waarbij gedragsvraagstukken een rol spelen. Dat kan zijn iemand bij de gemeente die zich bezighoudt met allerlei vragen van de grote stad die met gedrag te maken hebben. Van afval scheiden tot fietsparkeren tot, nou ja, noem het maar op. Het maakt echt allemaal niet uit. Het kan ook zijn dat je wat meer in de arbeids- en organisatiehoek gaat zitten. Dus bijvoorbeeld start als recruiter of zoiets gaat doen. Maar als je wat meer, wat jij noemde, Lieke, met het werk met die jongeren, dus meer het gezondheidszorg- en welzijnachtige
voorspelt. Hè, dat je in een zorginstelling gaat werken of op een school als begeleider voor leerlingen. Het is eigenlijk heel erg breed. En tot voor kort zag je nog niet zo vaak vacatures toegepast psycholoog. Maar zag je wel vacatures waarbij ze toegepast psychologen konden gebruiken. En gelukkig is dat aan het veranderen. Je ziet ook steeds meer dat het vak toegepast psycholoog ook meer en meer bekend wordt. En door al die opdrachtgevers in de praktijk en ook de stages die jullie als studenten lopen, zijn we eigenlijk ook onze eigen ambassadeur als student ook naar buiten toe van dit kunnen we en dit hebben we in huis. Reclamebureaus, daar kun je werken. Alles waar gedrag een rol speelt. Oké. Zijn er nog vragen uit de chat, Esther? Zeker, ja. Van alles. En docent Dennis, die is hier heel hard aan meeschrijven. Maar er zijn een aantal vragen die eigenlijk heel interessant zijn om even aan jullie te stellen. Bijvoorbeeld de vraag van Isa. Hoe wordt de moeilijkheidsgraad van deze opleiding ervaren door studenten? Dan ga ik even naar jou, Amber. Als derde jaar al inmiddels. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is denk ik natuurlijk wel altijd een beetje persoonlijk. Maar ik vond het zelf ergens wel meevallen. Omdat je door die LG, dus die leergemeenschap, ook heel veel steun hebt aan elkaar. Dus omdat je er samen zoveel mee bezig bent en het allemaal niet alleen hoeft te doen. Ja, vond ik het eigenlijk... Het is wel goed te doen. Je moet er natuurlijk wel gewoon... Als je alles bijhoudt, dan... Is het gewoon goed te doen? Ja. Want jij vertelde voorafgaand aan de uitzending dat je nu ergens anders een minor doet, bij een andere opleiding. Merk je dan meteen verschil of lijkt dat erop? Ja, ik merk heel veel verschil. Want ik ben dan nu bezig met een minor filosofie. En dat is gewoon echt weer heel veel leren en heel veel stampen en heel veel zelfstandig. En gewoon een docent die voor de klas staat en waar je gewoon een paar uur naar moet luisteren. En waar je gewoon daarna een toets moet maken of een essay moet schrijven. En ik merk wel dat ik dat veel pittiger vind. En ook dat ik, als ik dat dan gemaakt heb, dat ik het daarna veel sneller weer kwijt ben, die informatie. Dus omdat je er zo actief mee bezig bent en omdat je juist die verbanden de hele tijd legt tussen die verschillende vakken, heb ik wel het idee dat het daardoor ook wat langer blijft hangen en dat het gewoon ja, te doen is. Ja, oké. Okay. Hebben jullie daar toevoegingen bij die moeilijkheid? Heeft iemand dat heel anders ervaren? In principe, qua theorie, je hebt één vak psychologie de basis in het eerste jaar dan. Dat is alle theorie. En in principe is het niet heel veel leren. Het is vooral begrijpen. Wat is het? Hoe pas je het toe op de casus? Want je toets krijg je in principe een casus. Waar je het op toe moet passen. En verder, als je er genoeg uren in stopt. En gewoon in de les goed meedoet. Dan is het allemaal prima te halen. Ja. Ik zou zelfs durven zeggen dat... je meer hebt aan het inderdaad echt begrijpen van iets dan bijvoorbeeld misschien wat je op de universiteit hebt of wat jij net zei, dat je dus inderdaad echt dingen uit je hoofd moet stampen in plaats van als je in ieder geval actief meeluistert en ermee bezig bent dan en je begrijpt, dan is het stampen eigenlijk nauwelijks nodig. Of natuurlijk, je moet er wel zeker uren in steken, maar ik zou dat het begrijpen is, je kan niet, wat je bij sommige opleidingen kan doen, dat je de laatste twee dagen nog even alles erin stampen terwijl je daarvoor niks hebt gedaan. Dat is dan juist weer wat lastiger hier. Ja, want een van de vragen was ook, hoe is de toetsing hier? Wat voor tentamens krijg je? En het enige echte klassieke tentamen dat je hebt, is dus ook een tentamen waarbij je je boeken mee mag nemen. Ja. En waarbij je ter plekke dingen moet toepassen. Dus daar komt die toepassing weer in terug. Super fijn. Ja, super fijn. Ik vond het heel fijn dat open boektoets, dat je dat te horen krijgt. En dat je dan ook van tevoren weet, oké, zolang ik nu gewoon goed meeluister, meedenk, dan moet het wel goed komen, want je hebt dat boek gewoon bij je. Ja, want als ik daar even op in mag haken, inderdaad, wat Storm zegt. Je denkt, nou, open boektoets is wel te doen. Maar als jij inderdaad ook wat Verlin heel terecht zet, als je het niet begrijpt en als je niet weet wat de theorieën bijvoorbeeld inhouden, of inderdaad eigenlijk alle theorieën en alles dat je krijgt, dat haakt, net zoals alle vakken die je krijgt, heel erg nauw op elkaar in. Dus bijvoorbeeld, ik had een toets over persoonlijkheid gehad. En dan krijg je heel veel verschillende theorieën en heel veel verschillende manieren hoe ergens naar gekeken wordt. En dan denk je, nou ja, op zich, je zoekt de theorie op en je beschrijft dat. Maar dit ligt wel echt even wat gecompliceerder dan dat de meeste mensen denken. Het is niet, nou, ik beschrijf één begrip en ga daar dan op in. Maar het is inderdaad echt het toepassen wat zo belangrijk is in de toetsen. Of zo belangrijk is voor de toetsingen waar je dus ook echt op beoordeeld wordt. En dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Er zijn mensen die
één keer de theorie doorlezen en alles begrijpen en die toets maken. En sommigen hebben daar gewoon wat meer moeite mee. Die moeten wel echt weken van tevoren beginnen. Dus ja, het is heel lastig in te schatten. Ja, ja. Snap ik. Kortom, de moeilijkheid wisselt natuurlijk per persoon. Maar het is goed om je er bewust van te zijn dat je hier niet zozeer dingen uit je hoofd stamt. Nee. Maar dat je vooral actief aan de slag bent en zelf heel veel in praktijk moet brengen. Als je dat doet, dan is het echt goed te doen, ja, zou ik zeggen. Yes. Oké, dat brengt ons eigenlijk automatisch al bij het volgende thema. Namelijk specifiek het perspectief van de student. En daar sloot deze vraag ook al op aan. Hoe is het nou om hier student te zijn bij het TP aan de HVA? En dat begint eigenlijk met iets waar we het nog niet zozeer over hebben gehad. Namelijk de sfeer op de opleiding. Hoe is het nou om hier rond te lopen, om hier in contact te staan met iedereen? Lieke, wil jij daar iets over vertellen? Nou, ik merkte dat, als ik het mag vergelijken met mijn middelbare school, dat ik daar echt binnenkwam en dan voelde ik me zeg maar echt een hele kleine mier in een heel groot nest. En ik had hier niet echt het gevoel alsof ik in één keer het diepe in werd gegooid en dat ik totaal niet wist waar ik heen ging. Dan had ik wel zeg maar de mazzel dat ik dan mijn introductiedag had en ik wel al een paar mensen kende. Wat overigens wel heel erg leuk was. Maar toen mijn opleiding begon, toen hebben we eigenlijk de eerste week al gelijk 3 dagen hebben we in de LG kennismakingsspellen eigenlijk gedaan. Dat iedereen een beetje wist van wie ben je eigenlijk en waar kom je vandaan. En je zit toch met 60 man in één klas. En om maar even in één keer 60 man te leren kennen, dat is toch, ja, een pittige opgave. Dus we nemen, ja, wij hebben in ieder geval in onze LG er heel erg de tijd voor genomen om daar ruimte voor te maken om elkaar te leren kennen. Ja. En dat zorgde er voor mij wel heel erg voor dat ik niet het gevoel had alsof ik heel klein was. En dat je er wel gewoon staat en gewoon ziet dat dit jouw school is. Ja, ja. Ik zie jou knikken, Verlin. Herken je dit? Ja, het is natuurlijk psychologie. Zoals ik al eerder zei, je bent heel veel met mensen bezig. Dus het zijn vooral ook wel mensen die hier op de opleiding zitten. Dus het is vooral ook heel gezellig. Ja. Wat net al benoemd werd, we hadden introdagen. Dat wordt dan door Cortex georganiseerd. Dat is onze studievereniging. Hartstikke leuk. Als je op deze opleiding komt, word lid. Dan zul je mij ook zien. Of misschien dan al niet meer, maar het maakt er ook niet uit. Ja, vooral heel gezellig. Iedereen is leuk. Ja. Ja. Ook de docent, want ik ben bijvoorbeeld niet naar de open dagen geweest. Maar die, wat jij ook eerder zei over de intro dagen. Docenten nemen ook echt heel erg de tijd om, dat worden dan de gouden weken genoemd. Die eerste 2 weken zijn echt super gefocust om de leergemeenschap zo hecht mogelijk te maken. Dus je wordt ook echt langzamer zeker ook wel goed begeleid in dat proces van oké, dit is de HVA, dit is wat je doet. Ja, dat wordt wel fijn uitgelegd en je wordt ook wel heel snel bekend en je maakt ook denk ik wel snel vrienden. Dat had ik in ieder geval heel erg, in de eerste 2 weken. Zelfs zo ga je niet naar de open dagen. Dus als ik het goed hoor, dan wordt eigenlijk heel veel gedaan om de sfeer onderling zo ontspannen en fijn en prettig mogelijk te maken. Ja, ja, zeker. Nou, sta je natuurlijk niet alleen in contact met studenten, maar ook met docenten. Hoe loopt dat contact dan? Nou ja, we hebben natuurlijk hele frisse, sappige docenten. Dus dat helpt wij natuurlijk ook. Wij zijn ook helemaal niet jouw docent. Nee, maar ik, ook wel jonge docenten, wat niet per se iets zegt. Maar de verhouding is wel, ook volgens mij wat ik wat eerder zei, is dat je wordt best wel snel heel serieus genomen. Je wordt echt als een toegepast psycholoog word je aangesproken. Dus dat er zit natuurlijk wel een docent-leerling verhouding, maar het voelt toch wat hechter, ook door die leergemeenschap, denk ik sowieso. En die band, ja, die wat ook net eerder is gezegd, die bouw je gewoon heel snel op. Dus je voelt je heel erg, of ik voelde me heel erg snel veilig in ieder geval. En heel erg snel gewoon welkom en thuis eigenlijk. Ja. Als ik jou daarop mag aanvallen, aanvullen, sorry. Aanvallen doen we achteraan. Dan vind ik wel heel erg dat met docenten, dat ik niet het gevoel heb alsof ik zeg maar docent en leerling, maar ik heb wat gevoel dat ik me als gelijke wordt behandeld. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, professional ja, bijna. En je moet natuurlijk wel die informatie uit de docent halen, dus die verhouding blijft er wel, maar het is heel anders dan bijvoorbeeld dat jij had, dat je dus een docent ziet in een hoorcollegezaal die iets babbelt en dan moet je maar opschrijven en ga nu maar leren. Dat is natuurlijk een hele andere verhouding dan iemand die heel nauw met jou meekijkt naar
hoe jij te werk gaat en of alles wel lukt en hoe jij je ja, ontwikkelt in de leergemeenschap. Ja, ja want we spreken bijvoorbeeld de docenten ook gewoon bij de voornaam aan, wat ook wel gewoon zorgt voor een wat hechtere band. Hmm. Ja, dat vind ik persoonlijk heel fijn. En een docent heeft ooit tegen mij gezegd van, ja, we behandelen jullie gewoon als collega's. En we proberen er samen wat van te maken. Dus inderdaad, dat er is gewoon geen grote kloof. Ja, ja. Ja, mooi. En ik hoor nu fantastisch positieve verhalen, zowel over elkaar als over de collega's. Nou, dat vinden wij als docenten natuurlijk heel leuk om te horen. Maar we zijn ons er ook van bewust dat er misschien wel nadelen zijn aan het werken in leergemeenschappen of überhaupt het studeren van TP en al dat contact met elkaar. Zijn die er ook? En wat zijn die dan? Dus nu mag je wel aanvallen. Ja, ja. Aanval nou, als ik daarop in mag haken, wat ik ja, ik vind het wel inderdaad wat iedereen ook al zei. Als je in een leergemeenschap bent, je hebt 4 vaste docenten. Je bent inderdaad geen nummertje. Je spreekt elkaar gewoon aan. Het is laagdrempelig. Alleen wat het wel is, omdat je verschillende leergemeenschappen hebt. En daarbij dus ook inderdaad elke leergemeenschap, verschillende docenten, zit daar af en toe wel een verschil tussen. En daardoor kan er af en toe wel miscommunicaties ontstaan. En vooral vorig jaar, ik heb een coronadiploma en ik ben in het coronajaar begonnen. Veel online les, heb je weinig contact met elkaar. Dat is nu gelukkig een stuk beter. En ik merk ook inderdaad, nu ben ik echt een studentenleven ingestapt. Alleen, ik vond dat wel heel lastig in het begin, omdat het wel moeilijk af en toe is de communicatie. Dat af en toe, vooral als je naar de hele jaarlaag kijkt en per leergemeenschap, kan dat wel verschillen. Want bijvoorbeeld in leergemeenschap 1 wordt iets gezegd en afspraak gemaakt. En dat geldt dan niet per se in leergemeenschap 2. En dat kan af en toe zorgen voor wrijving. Ja. Ja, dus je moet heel scherp zijn op wat er binnen jouw eigen leergemeenschap is gecommuniceerd, ja. Want dat kan wisselen per leergemeenschap. Ja, want je hebt inderdaad gewoon 1 jaarlaag, maar inderdaad die leergemeenschappen die pakken het allemaal op hun eigen manier aan. En je hebt inderdaad wel bepaalde tentamens die je moet maken of bepaalde opdrachten en daarbij de strakke lijnen. Alleen is het wel zo dat bijvoorbeeld in mijn leergemeenschap is er een apart project gaande geweest. Dat was gewoon extra, maar dat is bijvoorbeeld voor het professioneel werken was dat als voordeel. En dat zorgt er dus ook voor dat je lesprogramma er anders uit komt te zien dan bijvoorbeeld de andere leergemeenschap die hetzelfde programma als ons zou volgen. Ja, ja, snap ik. Goed om scherp op te zijn. Ja. In verband met de tijd, ik kijk nog even naar jou. Zijn er nog onbeantwoorde vragen over dit thema? Dat heb ik niet scherp. Is het eerlijk? Nee, niet specifiek over dit thema. Nee. Oké. Nou, dat komt eigenlijk heel goed uit. Want dan kunnen we even door naar het volgende filmpje. In dat filmpje zie je namelijk hoe het is om hier te studeren. Iemand neemt ons mee in het leren en het werken in zo'n leergemeenschap. Dus om daar even een beeld van te krijgen, gaan we daar nu naar kijken. Goedemorgen, mijn naam is Kaylee. Ik studeer toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ga jullie vandaag om de dagje meenemen naar de opleiding. Maar eerst ontbijten. Aangekomen ben ik op het Wiebadhuis, een van de panden van de HVA. Ik ben aangekomen op de 3e verdieping, de verdieping waar wij altijd les hebben. Goedemorgen. Een deel van de klas die is al aanwezig. Kan jij misschien wat vertellen over een leergemeenschap? Ja, het leuke aan een leergemeenschap is dat je heel veel met elkaar bezig bent. We proberen bij deze opleiding vooral heel erg de theorie die we leren ook wel toe te passen. En dat doen we dan vaak in groepjes en dan krijgen we opdrachten en dat is heel erg leuk. Ja, en daarmee verschilt toegepaste psychologie van de reguliere lesgeving. Nou, we hebben net weer lekker pauze gehad. We gaan door nu met de volgende les en opdrachten uit coaching. We hebben verschillende blokken. Wil jij wat meer over vertellen? Zeker. Het coachen is eigenlijk blok 3. Daar hebben we ook nog blok 1 gehad. En bij blok 1 was de opdracht om het voor te lichten. Bij blok 2 moesten we gaan adviseren. Blok 3 is dus nu coaching. In het volgende blok gaan we trainen. Superleuk. Dus dan heb je allemaal vaardigheden die je leert door het hele jaar heen per blok. Mm-hmm. Nou,
We zijn even de les uitgegaan om een oefening te oefenen. We hebben het over emotiereflectie. We gaan nu in een drietal gaan we oefenen om dat te herkennen bij elkaar. Nou, wij waren op vakantie in Duitsland. Toen zijn we een katje tegengekomen. Eenmaal thuis hebben we die ongeveer 2-3 maanden gehad, maar die is nu weggelopen. En die is nu ongeveer al 2 jaar weg, dus we weten niet of hij overleden is. Ja, een coole emotie. Neutraal gewoon, weet je wel. Je hebt verschillende emoties, nou goed herkend. We gaan nu weer terug, we hebben de opdracht net gedaan, naar de les toe. En ik ga me nu klaarmaken voor de presentatie die ik heb voorbereid vanochtend. Nou, wij hebben dus hoofdstuk 4, de voortgang koesteren. Wanneer je dus samen concreet hebt gemaakt van wat de stappen zijn, welke doelen, welke mini-doelen, welke grotere doelen. Het moment lijkt misschien heel erg een goed idee om het persoonlijk te delen, maar misschien later kun je er toch spijt van krijgen. Nou, we zijn aangekomen dus bij de Wieboud-kantine. Hier heb je allemaal lekkere dingen, zoals elke dag vers gemaakte broodjes kun je hier vinden. Je hebt nog een corner waar je lekkere wraps, kip wraps of halal dingen kan eten. Je hebt een saladebar. Ook niks is te gek hier. Zo, nou, we hebben even beneden gezeten. En we hebben nu nog ongeveer 10 minuutjes de tijd om aan de casusopdracht te werken. Want we hebben nu bijvoorbeeld dus een casus meegekregen. En nu moeten we dus die vragen gaan beantwoorden samen. Ja. Maar ze moeten ook haar emoties opvoeren. Ja, dus niet gaan schreeuwen, niet huilen. Nou, de lessen die zitten ook weer op. Ik heb nu een gesprekje met de mentor. Hier zitten nog wel even wat studenten uit mijn klas. Even een gesprekje over hoe het nu gaat op school en over de toets van gisteren natuurlijk. Anthony! Hey, Kaylee. Hallo. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ik heb natuurlijk tentamen gemaakt. Ja, hoe ging het? Ja, ik denk de multiple choice ging wel lekker voor mijn gevoel. Ja. Ja, ik wist wel heel goed wat het allemaal inhield en ik had het allemaal op een rijtje, maar dan heb ik het gehoord. Nou, de lesdag zit er natuurlijk weer op voor mij. Ik ga nu richting stage in Purmerend. Ik heb een maatjesstage, houdt in dat je 1 keer per week iemand gezelschap houdt. En daar ga ik nu naartoe onderweg. Nou, ik ben aangekomen op mijn stage. Dit is een maatjesstage. Maatjesstage is een stage die je loopt in het eerste jaar. Daarbij breng je bezoekjes aan mensen met psychische problematiek. En ik ben nu aangekomen bij een oudere dame. Goedemiddag, mevrouw. God, dat is leuk. Gezellig, hè? Dat is hier in de buurt. Zeker. Hoe was uw dag vandaag? Nou, gaat wel. Nou, dit was mijn dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en... Doei doei! Welkom terug. Dit was dus een dag in het leven van een student, van Kaylee. We gaan nog in op een aantal onderwerpen. We hebben niet zo heel veel tijd meer, dus ik wil jullie vragen om je antwoorden beknopt te houden. Waar ik als eerste al benieuwd naar ben, is, dit was dus een concrete dag uit het leven van een student, maar we hebben nog steeds niet concreet gemaakt, hoe ziet zo'n dag er nou uit? Kan een van jullie even, hoeveel uren heb je, hoeveel uur ben je kwijt aan je studie, dat even vertellen? Perlin. Nou, prima. Nou, ik ben nu niet heel veel uren kwijt. Ik ga op dinsdag 2 uur naar school, op donderdag 2 uur naar school en op vrijdag 2 uur naar school. En eigenlijk de tijd die ik daartussen heb... doe ik wel iets aan school, maar hoeveel uur denk ik eraan kwijt te zijn? Ik denk in totaal, samen met de contacturen, iets van 18 tot 20 uur per week. Oké. En je geeft aan dus dat je ongeveer, dat klopt, we hebben iets van 6 contacturen per week. Dus er zit 10 contacturen per week, sorry. En er zit dus ook een groot gedeelte zelfstudie in. Heeft een van jullie daar nog aanvullingen op, hoe dat er ziet, eruit ziet? Je loopt het eerste jaar stage ook, wat in het filmpje werd getoond. Dus je bent volgens mij minimaal 4 uur wel bezig in je eerste jaar aan die stage. En ik denk dan inderdaad met die contacturen dan naast... Ik ga ook... even kijken, maandag, dinsdag. Ja, nee, ik heb nu drie dagen in de week ga ik naar de unie toe. En dan als je dan psychologie de basis hebt, dat is dan nog een extra hoorcollege erbij... maar daarnaast, ja, ik denk dat als je goed hier bezig bent op de HVA en je goed oplet in de leergemeenschap, dat je dan niet per se heel veel uren kwijt bent aan school naast. Dus inderdaad, die 20, 18 uren, dat herken ik ook heel erg ongeveer. Ik zou het daar wel op inzetten, ja.
Oké. Moeten we het moeilijker maken? Nee. Ja. We zijn hele goede leerlingen. Ja, dat is het, absoluut. Stage, dat zit er natuurlijk, dat komt daar dan nog dat bovenop. Komt, ja, dan heb je nog 5 uur en dan als je natuurlijk tentamens hebt, dan ga je natuurlijk wat extra leren. Het is nog groter je opdrachten worden in de komende jaren. Nou, het woord, op een gegeven moment ik zit hem eerst de 3 maanden, ja, dus precies. Misschien is dat een beetje een beer bias, maar tot nu toe. Ja. Neem dit mee, volgend jaar wordt het lastiger, jongens. Ja. In je eerste jaar loop je een halve dag stage. Ja. In je tweede jaar, kijk even naar jou, Bo, want jij gaat dat nu doen, ja. Loop je meer stage. Hoeveel stage loop jij? Ja, ik moet 8 uur in de week stage lopen, vanaf half november tot eigenlijk midden juni, eind van het schooljaar. Ja. En daarbij, het eerste jaar heb ik stage gelopen, inderdaad ook een maatje stage, zoals Kelly in het filmpje ook heeft gedaan. En het tweede jaar ga ik bij Philadelphia zorginstelling hier in Amsterdam ga ik stage lopen. En dat gaat echt meer op de, ja, dat kan je, dat is heel... Heel breed. Je kan inderdaad eigenlijk kiezen waar je stage wil lopen, maar dat is echt wel meer iets verdiepender en iets verdiepender op het werkveld kijken. Dat is eigenlijk echt meer een snuffelstage, als ik het noem. En het tweedejaarsstage ga je echt meer kijken, oké, wat vind ik interessant, waar wil ik meer over leren? Krijg je ook bepaalde opdrachten mee voor je stage waar je mee aan de slag gaat. Ja, mooi. Okay. En vervolgens voor je afstuderen ga je ook weer een stage lopen. Ja, half dus jaar nou, tot een jaar. Half jaar tot een jaar. Ja. Dus dat doe je eigenlijk gedurende de hele opleiding. Ja. Oh, ja. Ja, en ook hier geldt natuurlijk dat de bedoeling is dat die vakken allemaal samenhangen. Dus dat die theoretische lijn, dat je die kan toepassen op je stage. Dat de vaardigheden die je leert, zoals presenteren en interviewen, dat je daarmee gaat oefenen op je stage. En met dat in gedachten, de theoretische lijn, we hebben het al een keer genoemd, psychologie de basis. Wat voor concrete onderwerpen komen daar aan bod? Kan iemand daar een antwoord op geven? Nou ja, ik heb het dan meer over psychologie de verdieping, waar ik nu in het tweede jaar mee bezig ben. Ik heb toevallig van de week een toets afgerond over persoonlijkheid. Daar zijn we aan de slag gegaan inderdaad met verschillende persoonlijkheidskenmerken. Maar daar haakt het ook weer op in op een ander vak, beoordelen van gedrag, waarmee we met testen aan de slag gaan, hoe je persoonlijkheid kan testen en daarbij in gesprek gaat met bijvoorbeeld een cliënt over een bepaald vraagstuk, waar je dat eigenlijk allemaal weer dat soort van in elkaar klikt en daar een advies over geeft. Ja, oké. En als we jaar 1 studenten hebben ook 2 weken geleden een tentamen afgerond, wat voor onderwerpen komen daar aan bod? Bij psychologie de basis, nou ja, het eerste wat er in mijn opkomt is conditionering. Dus dat de theoretische kant heel erg klassieke operante conditionering is iets. Je leert ook verschillende theorieën dan daarover, over hoe conditionering is ontstaan. Wat de theorieën daarover zijn eigenlijk dus. Je leert ook heel goed naar, een beetje niet echt tekstverwerking, maar je leert goed... ga je heel kritisch eigenlijk kijken. Dus kritisch kijken komt er ook in voor. Dus hoe kan je een tekst eigenlijk ontleden? Hoe kan je eruit halen wat, of het een tekst is die je kan gebruiken, waar je betrouwbare informatie eigenlijk uit kan halen? Ik zit even te denken, weet jij nog wat dingen misschien? Het geheugen hebben we het heel erg over gehad. Ja. En de biasen hebben we het ook heel erg over gehad. Ja. Hoe we daar... hoe leg ik dat even goed uit... Ja, net tentamen gehad, hè, jongens? Ja. Ja. Goed cijfer, hoor. Maar ik kom er nu even niet op. Ja, vooroordelen en vertekeningen in je hoofd. Ja, precies. Op zo'n manier heb je heel verschillende bias, heb je. En in het geheugen wordt heel erg gekeken. Dus biases zijn denkfouten. Dus je leert ook heel erg, ik help jullie even. Het zijn dus heel veel processen over hoe je nadenkt. Ook kritisch denkvragen, dat was vraag 4 op het tentamen. En het zit dus heel erg ook over hoe zie je, hoe neem je dingen waar. In blok 3 gaan jullie volgens mij ook nog aan de slag met slaap. Ja. Emotie. Slaap, hoe dat werkt. Emotie, slaap, intelligentie. Kijk, nu komt het ook weer bij ons. Oké, nou dat geeft denk ik al voor de kijkers thuis een iets duidelijker beeld. Iets anders wat we nog willen bespreken, kijk jou weer aan Michel, zijn de numerus fixus. Wat kun je ons daar vertellen? Ja, numerus fixus. Moeilijk woord. Wat betekent het? Onze opleiding is niet gewoon voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag de opleiding doen, maar we hebben een beperkt aantal studenten die bij ons binnen kunnen komen. En dat is 420. En het is niet zo wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Om aanmerking te komen bij ons in de opleiding te komen, moet je deelnemen aan een selectie. En die selectie is eind januari. Je moet je daarvoor inschrijven en dat is tot 15 januari. Dus als je echt de opleiding wil doen, dan moet je voor de selectie inschrijven. En dan weet je in april, mei of je in de opleiding mag. Maar we hebben dus maar 420 plekken. Meestal doen zo'n 900 mensen mee met de selectie. En wat houdt die selectie in?
Even kort. Die bestaat uit twee onderdelen. Je moet thuis een opdracht maken. Dat wordt allemaal uitgebreid met je gecommuniceerd. Weet je precies waar je aan toe bent. En je moet één opdracht maken. Die gebeurt in het komende jaar nog online. Maar dan moet je met elkaar een samenwerkingsopdracht maken. En vervolgens individueel daar weer een toets over afleggen. Heel goed. Ja. Zou ik daar nog iets over mogen zeggen? Heel kort. Ja, voor de mensen die nu thuis denken van, oh shit, selectie. Geloof me, als je gewoon goed oplet tijdens de bijeenkomst en gewoon goed je best doet, dan komt dat helemaal goed. Ja. Yes. Dat is een goede aanvulling. Ja. Oké, dank jullie wel. Het liefst zou ik nog veel langer met jullie babbelen. Ik vond het interessant. Helaas zit de tijd erop, lieve kijkers. Dus we gaan hem bij deze afsluiten. We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. In de chat is Dennis nog steeds bezig met vragen beantwoorden. Je kan altijd onze website bekijken. En ik ga ook nog heel even een promotie maken voor een podcast die we hebben. Het geheim van de leergemeenschap. Dat zijn een aantal docenten die in gesprek gaan over waarom we dit concept bedacht hebben. En waarom we dit doen. Yes. Dat is eigenlijk het laatste wat ik tegen jullie wil zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Doei.